Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Spekhorst, Culinair Catering, GSM Wonen, Rabobank Reizen Enter en Nijkamp Steigers. De Radio 350 Sportverkiezing 2017. Zaterdagmiddag 13 januari heeft Radio 350 Sport de winnaars bekendgemaakt tijdens de Radio 350 Sportverkiezing. De sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg en sporttopper van het jaar. Na de bekendmaking had Hetty Vuit een gesprek met de winnaars. Sporttalent Marel Glaubic. Sporttalent van 2017 is Marel Glaubic. Marel, voor jou een aantal vragen. Je speelde bij de Rising Stars en wat was jouw taak daar en wat was jouw plek of hoe je het maar noemt in dat team? Ik speel op de guard en schutten positie, dribbelen, ja, en schieten. Ik heb begrepen dat eigenlijk jij compleet daar inzetbaar bent op elke plek van het team. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oké. Sinds 2017 ben jij ook een onderdeel van Jong Oranje. En kun je daar misschien meer over vertellen? Ja, we hebben eerst daar een paar weken voorselectie van gehad. En toen hadden we een toernooi in Weert. Van een heel weekend lang. Een heel weekend. En dat was behoorlijk vermoeiend, neem ik aan. Of valt dat mee? Ja, het viel wel mee. Want we hadden 's ochtends een wedstrijd en 's avonds een wedstrijd. Oké. Okay. 2018, die vraag stel ik ook aan jou. Hoe ziet 2018 er voor jou nu uit? Ja, dat weet ik nog niet precies. Dat is nog even een beetje spannend. Heb je wel een droom wat je zegt van nou, dat zou ik zo graag nog willen doen? Nu, ik denk dit jaar nog een keer in het Nederlands team komen. Oké, okay, dat is een heel mooi vooruitzicht. Eventjes kijken. Sporttalent van het jaar. Hoe beleef jij dit? Heb je dat aanzien komen? Is het een totale verrassing voor je? Ja, een totale verrassing. Je bent er ontzettend blij mee, neem ik aan. Daar gaan we tenminste vanuit. Hoop jij nog meer van die leuke prijzen binnen te slepen? Uiteraard, zeggen we dan. Maar hoe ga jij dat onderbouwen, allemaal indelen? Ja, dat weet ik nog niet. Dat is allemaal nog koffiedik. Oké. Okay. Nou, in ieder geval wensen wij jou heel veel geluk voor de komende tijd. En ook namens ons van harte gefeliciteerd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Spekhorst, Culinair Catering, GSM Wonen, Rabobank Reizen Enter en Nijkamp Steigers.